Elgato betekent vooral leren van anderen, netwerken en ervaring uitwisselen. Ik heb heel veel leuke, mooie vrienden in mijn omgeving, maar er zijn weinig ondernemers tussen. Dus het gaat er aan mij gekomen om het te verbinden met mede-ondernemers, waar dat je eigenlijk op een veilige, mooie manier kan verbinden en ook spreken over de uitdaging die elk bedrijf ondergaat. Dus niet alleen de fantastische, positieve zaken. Ik heb eigenlijk een jong bedrijf. Er zitten daar soms mensen in die al heel lang een bedrijf hebben, maar die ervaring dat ze zij hebben en willen delen met je, dat is goud waard. Oké, je bent zelfstandig bezig, je start met je onderneming, maar je mist wel altijd zo een klankbord. En dat vind je wel bij Plato. Wij hebben bijvoorbeeld een WhatsApp-groep met jonge ondernemers. En elke vraag kan erin gesteld worden. Of het nu gaat om, zou ik een auto leasen of kopen? Ik heb een probleem met een werknemer. Hoe zou ik dat of dat contract opstellen? Dat is heel interessant om de ervaringen van de andere ondernemers te horen te krijgen. Het is eigenlijk een lerend netwerk. Dus voor ons als bedrijf geven we ons ook een kans om ons eens te benchmarken met andere bedrijven. Dus het is eigenlijk een mooie opportuniteit om eens jezelf in de spiegel te zien.